We gaan praten over het nieuws van de dag. En we beginnen maar even bij toch datgene wat ons leven allemaal een beetje bezighoudt. Het coronavirus. De Omicron-variant rukt op. Wereldwijd regent het besmettingsrecord. Zo had Frankrijk gisteren meer dan 100.000 nieuwe besmettingen. Dit weekend werd bekend dat Spanje, Noord-Ierland en België kiezen voor verscherping van maatregelen. Ook Portugal doet dat. Ja, veel landen die scherpen de maatregelen aan. Bijna niemand trouwens kiest voor een lockdown zoals wij dat hier in eigen land doen. Ondertussen komt er toch ook steeds meer nieuws over die Omicron-variant naar buiten. Onderzoeken, onder andere uit Zuid-Afrika, over het Verenigd Koninkrijk. Dat, wat we misschien eigenlijk al een beetje verwachten, is: ja, het ding is veel besmettelijker, maar het is niet heel erg ziekmakend. Maar ondanks die niet zo ziekmakendheid en het feit dat die wel heel besmettelijk is, is de verwachting dat toch wel de ziekenhuizen gaan vollopen. Is het al tijd, Joris, om die lockdown op te heffen? Want nou ja, hoe nodig is dat eigenlijk? Nou ja, ik denk dat het juist dat we zien dat het in het buitenland juist heel erg oploopt, juist een signaal is dat wij dat het goed is dat we een lockdown hebben. En je ziet ook dat in de cijfers gaan omlaag, maar in Amsterdam stijgen de besmettingen weer. En dat komt denk ik door die Omicron. Ik kan het bijna niet uitspreken. Omicron, excuus. Godfors. En je ziet dus dat die besmettingen weer stijgen. Dus ik denk dat er wel nog dingen moeten blijven. Maar ze zijn minder besmettelijk. Mm-hmm. Meer besmettelijker, maar minder erg. Maar dat zegt alleen maar, dus meer mensen krijgen het. Dus uiteindelijk is het hetzelfde, denk ik. Omdat je in het ziekenhuis ook net zoveel krijgt. Ja. Het is natuurlijk best lastig om uit te leggen. We zien al dagen dat de besmettingscijfers, de dagelijks gemelde cijfers door het RIVM, die gaan omlaag. Ja. Dan is het makkelijk om te denken, ja, het gaat toch omlaag. De ziekenhuizen, dat wordt minder. Waarom zijn we dan nu in die nare lockdown? Slaagt de politiek er goed in, vind jij, om dat nu uit te leggen aan mensen? Ik denk dat dat al jaren zo is. Ik denk dat de communicatie altijd al slecht is geweest. En dat het sowieso beter moet. Maar ik denk dat het nu echt nog wel nodig is. Ik ben heel blij dat de scholen, die gaan als het goed is, weer eerder open. En ik denk dat het allerbelangrijkste is. Dat die scholen na de kerstvakantie weer open gaan. Ik denk dat dat echt de basis is. En dan moeten we gewoon gaan kijken van hoe ontwikkelt het. En wat kunnen we verder nog afschalen. Ja, horen volgende week maandag, geloof ik, die scholen. 3 januari wordt er op straat gaan, Pieter. Ja. Wat verwacht jij? Ja, nog een beetje VO-raad inside information. Ja, ik weet het niet. Ik weet het oprecht niet. Ik hoop het beste, zeg maar. Ja. Lockdown opheffen, want dat hebben Rutte en de Jong ook gezegd tijdens die persconferentie. Ja. Als er eerder goed nieuws is, komen we eerder bij u terug. Ja, nou. Het is inderdaad wel een fundamenteel vraagstuk. Stuur je inderdaad op die besmettingen, hè? En dat ziet er niet heel rooskleurig uit, of stuur je inderdaad op die ziekenhuisopnames? Wat mij betreft, als je het mij zou vragen, moet je op dat tweede sturen. Moet je erkennen dat in ieder geval nu code zwart wel redelijk vermeden lijkt te zijn. En moet je ook erkennen dat dus die Omicron-variant gelukkig een stuk milder qua ziekteverloop is. En zul je inderdaad de meest fundamentele dagelijkse praktijken weer misschien open moeten stellen, waaronder dus het onderwijs. Ja, maar dan hoor ik jou dus inderdaad zeggen van ja, sturen op ziekenhuiscijfers. Nou, dat gaat nu de goede kant op dit moment. Maar dan zou je daaruit kunnen afleiden, nou, dan moeten we dus nu de boel weer opengooien. Terwijl Rutte en de Jonge denken, ja, maar dat ding dat komt nog op, die Omicron-variant. Die gaan we nog terugzien. Dus misschien toch wel een beetje gevaarlijk. Ja, maar wat je ook kiest, laten we zeggen, risico vermijden kan nooit. Nee. Dus als je inderdaad kiest om dingen weer open te zetten, dan kan het inderdaad dat er weer meer besmettingen komen en dat dus iets aan die ziekenhuiscapaciteit weer moet worden opgehoogd. Als je niet kiest om dat te doen, dan heb je bijvoorbeeld het onderwijs dat niet door kan gaan, wat op lange termijn weer voor heel veel kinderen negatieve gevolgen heeft. Dus het is uiteindelijk, het blijft een duivels dilemma. Ah, je wil gewoon geen tweede lockdown. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we nu langzaam weer dingen open gaan doen, in plaats van dat we weer in één keer denken van, oh, het gaat goed, we gaan alles weer open doen. Mm-hmm. Ik denk dat het daar heel erg mis kan gaan. Ja. En dat de ziekte minder erg is, zegt nog niet dat er minder ziekenhuisopnames komen. En dan wordt de uitdaging dus vooral om het goed te communiceren. Ja, zeker. Dat is inderdaad vraag. Luister even naar Arnold Bosman, epidemioloog. Hij was lid van het Red Team, want dat bestaat niet meer. En die had vanochtend nog een interessant punt van discussie. Wij blijven na 2 jaar nog steeds eigenlijk met oogkleppen op alleen maar focussen op dat stukje gezondheidszorg. Kijk naar de persconferentie. Staat de minister van Gezondheid staat daar naast de minister-president. De beddenkoning, de Ernst Kuipers, wordt vaak naar voren geschoven. Maar als je nou gaat kijken wie er echt schade en pijn ondervindt, dan zijn we dat allemaal. Ja, dat zijn we. Bijvoorbeeld jongeren die thuis zitten, soms in onveilige situaties. Het zijn mensen die waarbij allerlei zorg wordt uitgesteld. Is daar inmiddels, Joris, denk jij, niet meer aandacht voor dan aan het begin van deze ellende 2 jaar geleden? Daar wordt toch ook wel rekening mee gehouden, of niet genoeg?
Ik denk dat er wel meer aandacht voor is, maar nog steeds niet genoeg. Ik denk dat dat juist het meest schrijnende is van deze crisis. Zijn de jongeren en mensen die thuis zitten. Je hebt een jaar online onderwijs gehad. Zit je alleen op je kamer, geen sociaal contact. En juist dat is het allerbelangrijkste voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ja. Jij zei net, we willen geen nieuwe lockdowns meer. Een jaar geleden zeiden we ook, nou, dit is een kerst in lockdown. Daarna doen we dan niet meer, dat soort gekkigheid. Hoe gaan we dan voorkomen dat dit de laatste lockdown ooit was, Joris? Even, dat is een goede vraag. Harde toezeggingen, dan kunnen we je daaraan houden. Vaccineren, boosteren en hopen dat het dan goed gaat. Maar ook heel veel vaccins juist naar die derde wereldlanden sturen. Om dan te zorgen dat die varianten minder snel komen. En goed ventileren, ook op scholen en overal die ventilatie adviezen overnemen. Ja. Maar dat blijkt dus niet genoeg. Dat is een beetje het probleem. Dus ons is voorgehouden na een jaar van vaccinaties en boosters. Die gaan ons uit deze crisis halen. Nu is ruim 80% gevaccineerd. En blijkt dat we alsnog in een lockdown zitten. Dus ik wil ook heel graag hopen op dat dan het antwoord is. Maar de vraag is of je dan niet uiteindelijk op een punt komt dat je inderdaad hardere keuzes moet maken. Moet zeggen, nou, om toch deze cycli die zich steeds maar blijft herhalen te doorbreken, zullen we inderdaad niet meer moeten terugvallen op middelen die we eerder gebruikten, zoals die lockdowns. Ja, en hoe kunnen we, Pieter, jouw idee daarover, mentale schade meer meerekenen in, ja, in de gevolgen van deze pandemie, wat je daaraan kan doen, hoe je daarop moet letten. Is daar meer aandacht voor nodig, meer dan nu? Nou, ik zou zeggen, beginnen mee door in plaats van Ab Oosterhuis elke avond bij Op 1 neer te zetten, een keer een jongere daar neer te zetten, om inderdaad een ander onderdeel van die volksgezondheid daar te verkondigen. Ja, ze hebben je nummer. Prima, het mag. Ik denk dat er heel veel andere jongeren zijn die ook heel goed over hun ervaringen kunnen spreken. En zorg er ook voor in het volgende kabinet dat andere ministerposten buiten de minister van VWS niet ondergeschikt zijn aan deze pandemie. En dat dus niet alles moet of hoeft te lijden onder dit coronavirus. We hadden het al even over boosteren. Dat gaat nu al aardig de goede kant op. Ik zag vandaag dat er weer nieuwe jaren aan de beurt waren. Te weten 1978 en 79, die kunnen online afspraak gaan maken als mensen een boosterprik willen halen. Er zijn ook veel Nederlanders die dat toch te langzaam gaat en die hebben de afgelopen weken, maanden een boosterprik gehaald ergens in Duitsland, in Aken of zo, of in Frankrijk, een beetje in Noord-Frankrijk, kon je dat doen. De GGD adviseert vandaag met klem om dat niet te doen, want ze zeggen, ja, een buitenlandse prik wordt niet goed geregistreerd, überhaupt niet geregistreerd in de Nederlandse systemen. En dat betekent dat je dan geen geldige QR-code hebt als je gaat reizen. Je kan natuurlijk wel de QR-code die je in het buitenland krijgt, die kan je gaan gebruiken. Dan zit je met een Franse app of met een Duitse app opgeschreven. Nou ja, als het werkt, werkt het. Pieter, de GGD zegt, ja, dit is allemaal heel ingewikkeld met de registratie. Mensen die denken van, nou, ik wil dat ding halen, die hebben dat ding gehaald, die hebben nergens voorgedrongen, die hebben gewoon netjes aan de Franse regels voldaan. Die moeten toch gewoon geholpen kunnen worden om dat ding in Nederland te importeren. Het is toch een papieren waarheid. Waanzin. Te dom voor woorden, want op het moment dat Nederlanders het niet zouden doen, hè, en er straks een code zwart weer is, dan staat de Nederlandse overheid weer aan te kloppen bij de Duitse grens om IC-bedden. En dan willen we wel graag dat de registratie goed is, zodat we gebruik kunnen maken van die IC-bedden. Het is ook gewoon niet uit te leggen. Het is niet dat die boosters in Duitsland anders zijn. Het is niet dat als je dat daar neemt, dat je dan opeens je humor verliest of zo. Het zijn dezelfde boosters zoals we die ook in Nederland kennen. In Nederland is het wel minder humor daar. Ja, nee, zeker waar. Okay. Maar in Nederland is het te traag gegaan. Er zijn mensen die denken, ik heb het nodig. En dan gaan we weer ons verschuilen achter allerlei papierwerk. Ja, ik vind het niet uit te leggen. Ja. Jij had het toch overwogen om dat te doen, jongens? Nee. Wacht jij netjes af. Ik wacht netjes mijn beurt af. Maar het rare is, andersom kan het dus wel. Dus Duitsers die in Nederland vaccineren, die kunnen het wel registreren in Duitsland. Maar dit is weer typisch overheid en ICT.